Waar gaan we naartoe? Naar het huis. Is dat nog ver? Het is niet dichtbij. Alles van regard to Istanbul. Well. Sleep on it. Crazy love. Heb je met de spoelen eens bekeken? Ik denk dat alles wat een vrouw valt dromen. Hij kent de vrouwen. Hier zijn de chocomelk voor de nectar. Nog choco. Bandini. You must be Italian. Yes, Mrs. Hillinger. Dat is formidabel. Hij lijkt op zijn pa toen hij al 80 jaar was en 2 attaksjes had gehad. Maar onze pa, dat was een hele schone mens, zelfs na zijn attaksken. Met u wil ik niet meer vliegen, oké? Okay? Excuseert u mij. De boeken van Andersen, maar vindt u niet? De pa van Sint-Klaas. Wil je niet seks met mij willen? Ja. Niet te traceren dus. Maar om 1 uur leefden ze nog. Van waar kwam de telefoontje? Masbepaling is onderweg. Walter. Luister. Het werk, ik moet gaan werken. Ik kom bij u wonen, hè? Nee. Ja? Fantastisch! Ik heb een nieuw leven. Pour l'église, t'es toujours sur sourire, même si tu ne portes plus son nom. J'ai compris, mais je suis libre de chanter ce que je veux quand même. Mais pas où tu veux. Et puis, tu n'es pas libre. Tu ne seras jamais libre. We liepen samen op den dak. Tot dan als knoezels in het slak. Kunnen we naakt zien? Ah, die juffrouw heeft de tijd gevonden om zich naar haar werk te begeven. Pardon? Waarom was ons zambrok alweer aangenomen? Omdat ze goed in de smaak valt bij de general manager, dacht ik. Ah ja, juist, de Ludo. Op de polders komt te werken, hè? Echt, blaas het serieus op, jou. Je snapt er dus echt niks van, hè? Ik niet. Steven opgepakt bij een gecoördineerde actie tegen drugsverbruik en verkoop op de parking van het zwembad. Are you angry? Are you angry? Yes, I'm angry. Because you're schieten kanaar. Ja? Slagen en verwondingen zonder het oogmerk te doden, maar met de dood tot gevolg. Ik las geen vanille. Ja. Ik maak het kapot! Een
Het virus is waarschijnlijk een mutatie van het hoogpathogene H7N2. Is er iets? Moet de holle maan niks vertellen? Nee. Leila heeft geprobeerd hem te vermoorden. We gaan hem toch zomaar niet ongestraft laten. Het was haar beslissing. Jongens, ik wil jullie heel graag bedanken voor jullie inzet en jullie werk. En wie heeft er een goesting in een pannenkoekje? Is goed voor de cholesterol. Een mens moet van iets sterven. Volgens mij gaat het over opzettelijke slagen met de dood tot gevolg. Rond uw dossier af. Stuur het bij mij door en ik bespreek het met onze procureur. Ja, meneer Brakke, je hebt wel een goed verhaal voor de pers. Ja, scheiding, dat... scheiding, ja, dat doelde pas als alle andere moordpogingen mislukt zijn. Een van de kritieken die steeds terugkomt, is dat uw discours racistisch is. Inspecteur Dries Ben Haïssa, mijn rechterhand en vertrouwenspersoon. Haïssa, van achter in de keel. Haïssa. Volgende vraag. Hey, Reggie. Kom, mosseltjes, kom, kom, kom. Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Iedereen moet in de vierkante cirkel staan. En snel in. Juffrouw, bent u een vliegtuig? In de vierkante cirkel. Goed, nu gaan we alles anders doen. Ja. Wij zijn de hoppers. Ja, tjaka! Dat werkt toch zo niet? Ik denk het wel. Ja, ik denk het niet. Ik denk het wel. Ik mis jullie wel, hoor. Wij missen u ook, mama. Ik u ook. Ja, en ik u ook. Wij ook. Wij ook. Wij ook. Wacht. Vind jij dat je maar één moment gelooft dat het van mij is? Hè? Balig. Vind jij nooit dat je genoeg gelooft? Hé. Hé, je moet het doen. Kom, hé. Hey. Save Sandra! Maar alles is verloren, Lilias! Verlicht mij. Wie zal voortaan mijn sponde delen? Carlo? Ah! Nucky! Ah! Dat is Farah Terani. Aangenaam. En Rob Verbraken. Hey, welkom in de bunker. Hey, madametje. Je weet dat je hier niet meer parkeert, eigenlijk. Stoot hier te hoog? Ik ben bezig met een interventie. Ja? Zo'n toilet met zwaar liggen naast een wit. Hey! Hier, Bob!